Afgelopen week hadden wij een video geplaatst met de meest controversiële en bijzondere sponsoren in de Formule 1. Maar zoals we ook in de comments natuurlijk hebben gelezen, zijn er nog veel meer merkwaardige samenwerkingen die de revue hebben gepasseerd dan de vijf die we tot nu toe hebben behandeld. Daarom hebben we vandaag voor jullie deeltje 2, de meest controversiële en bijzondere sponsoren in de Formule 1. Laten we direct beginnen. Te beginnen met het team van Hesketh Racing. Dit was een Britse formatie die werd opgericht door Alexander Hesketh. De renstal was tussen 73 en 78 actief in de koningsklasse. Het werd een bekende naam in de Formule 1, onder andere omdat inmiddels legendarisch coureur James Hunt jarenlang achter het stuur zat. De wat oudere kijkers zullen Hesketh Racing echter vooral om iets anders herinneren, want tijdens het tweede deel van de jaren 70 verscheen het bekende mannenblad Penthouse Magazine, namelijk als hoofdsponsor op de auto. Penthouse Magazine stond voornamelijk bekend vanwege de wat pikantere plaatjes, laten we maar zeggen. Niet veel later verscheen ook Rizla, een fabrikant van sigarettenpapier, op de wagen. Nou, de twee sponsoren die sloegen de handen ineen en er verscheen een Penthouse model met een pakje Rizla vloei in de handen, groot op de auto. Ja, inderdaad, de Formule 1 was toen echt een hele rare plek. Goed, dan door naar de volgende. Dit keer een samenwerking met een muzikaal randje. In 81 verscheen namelijk plots een logo van de wereldberoemde Zweedse band ABBA op de wagens van het Duitse Formule 1 team ATS. Borgut, destijds af en toe drummer voor de band, wilde meer investeerders aantrekken en besloot daarom het ABBA-logo op de zijkanten van de wagens te plakken. De formatie finishte in de punten tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar toch raakte het geld al snel op en verdween ook de bandnaam weer uit de sport. Dan nummertje 3, het Arrows F1 team. Arrows is bij velen een bekende naam uit de Formule 1. De Britse formatie werd in 1978 opgericht en nam tot en met 2002 deel aan de Formule 1. In totaal verreed de renstal 368 Formule 1 races, maar tot een kampioenschap of overwinning, ja, zover kwam het nooit. In 1999 werd het team echter wel onderwerp van gesprek. Arrows vond een investeerder in de vorm van een prins, namelijk Prins Malik. Hij wilde zichzelf graag in de kijker spelen en besloot zich daarom aan de koningsklasse te verbinden. Het plan van aanpak was echter nogal merkwaardig. Malik had het merk T-Minus opgericht en beloofde geld te gaan verdienen door de verkoop van energiedrankjes en de bijbehorende merchandise. Klinkt bekend, hè? Nou, je raadt het niet, maar de betalingen bleven uit. Arrows kreeg hierdoor een financiële dreun te voortduren en kreeg zelfs een rechtszaak aan hun broek vanwege niet voldane betalingen. Nu is het achteraf natuurlijk makkelijker praten, maar een samenwerking aangaan met een merk dat nog geld moet gaan verdienen, dat is misschien ook niet heel erg handig. Dan zijn we alweer bij de laatste, Monitron. Monitron was een systeem bedacht door de flamboyante Belg Jean-Pierre Van Rossum. Eigenlijk was het een soort van supercomputer waarmee je de beurs zou kunnen voorspellen, ja, wat natuurlijk een flinke zakcent op kan leveren. Dat bewaarde hij zogenaamd achter een geheime deur in zijn kantoor. Tijdens het seizoen van 1989 was zijn systeem sponsor en samen met Mike Earl en Greg Field mede-eigenaar van het Onyx F1 team. Van Rossum gooide onder andere met zijn opvallende uiterlijk hoge ogen. Tja, hij zag er niet echt uit als een doorsnee teambaas, laten we maar zeggen. De formatie eindigde op de 10e plaats in het kampioenschap en stond zelfs 1 keer op het podium. Maar toch besloot Van Rossum aan het einde van het seizoen het weer voor gezien te houden. De kosten van een Formule 1 team vielen hem flink tegen. Niet veel later werd hij opgepakt voor fraude, want Monitron bleek niets meer te zijn dan een schimmig handeltje. Begin 1990 kondigde hij vervolgens zijn eigen faillissement aan. De man die ooit $791 miljoen bezat, was bankroet. En de geheime deur in zijn kantoor, nou, volgens de verhalen was het niets meer dan een bezemkast. En goed, dat was alweer deeltje 2 van de meest controversiële en bijzondere sponsoren in de Formule 1. Vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!